Kijk mee naar Ontmoetingen, een bijzonder educatief project ontwikkeld door het Mauritshuis en Digital Playground. In het museum worden de leerlingen ontvangen door museumdocenten. Samen bezoeken ze de tentoonstelling en gaan de leerlingen in gesprek over de ontmoetingen tussen oude en moderne meesters. Geef je deze meneer heel stil. Nee, maar even één ding tegelijk. Ik hoor een schijnheilige man. Een maffiabaas. Verschillende beeldelementen komen aan bod, die zowel op schilderijen als op film van toepassing zijn. Dus hier kan je veel verder weg zitten. Hier kijk je een beetje er tegenaan. En dat is wat jullie straks natuurlijk ook gaan doen met die film. En denk dan maar eens terug aan deze twee schilderijen. Dan kan je goed onthouden wat het verschil ook was tussen een kikker en de vogel. Dat was gewoon heel anders. Na de rondleiding is het tijd voor de workshop. Onder begeleiding van de workshopleiders van Digital Playground gaan de leerlingen aan de slag met het maken van een eigen fictiefilm. Even terugkomen op het binneningsteld, genre. Ik weet niet of jullie een specifieke voorkeur hebben voor een bepaald genre. Het moet een dynamisch filmpje worden en dat doe je door constant verschillende camera standpunten erin te gaan. We gaan over de spelen. Yes, perfect. De leerlingen hebben op school al nagedacht over het script en kruipen nu in de rol van acteur of regisseur. Dit is fantastisch. Als je dat goed uitwerkt, heb je een supermooie film. Er wordt hard gewerkt om genoeg fragmenten te filmen. Na de opnames mogen de leerlingen de film monteren in de workshopruimte van het filmhuis. Ook kiezen ze passende geluidsfragmenten uit bij het genre van de film. De resultaten worden op groot scherm vertoond. Zo komt er een einde aan een geslaagd programma. Het was een tijdje goed. Ik ging verder in het leven. Dacht dat ik haar had gevonden achter hem. Was het niet zeker dat je kunnen weten? Dat is wat je zelf zei. Nee.